Emmenaren, welkom terug bij weer een nieuwe voorbeschouwing hier op de kanalen van FC Emmen. Een nieuw jaar, vol goede moed gaan we er weer tegenaan. En de eerste tegenstander van het jaar is NAC Breda hier op de Oude Meerdijk. Vandaag beschouwen we dus voor op die wedstrijd met een interview met Jef Hardeveld. We blikken natuurlijk terug in de tweede seizoenshelft op de wedstrijden die we al gespeeld hebben tegen de tegenstanders van de eerste seizoenshelft. En we beschouwen voor op NAC Breda, dus hoog tijd om terug te blikken op de 3-1 overwinning in het Radverlegstadion. Zoekt de ruimte bij Jari Vlak. Jari Vlak met een geweldige goal, zeg! Wat een doelpunt van Jari Vlak. Dan kan Lubbing eruit. Oh, keeper gaat terug. Dus vrije schietkans, ja! Oh, 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 oh. Hoe kun je dit laten gebeuren? Tijn Troost trok zich terug. Maar het lukt nog altijd niet. En nu zijn ze in de meerderheid, die van Emmen, als ze dit slim uitspelen. Rui Mendes. Rui Mendes maakt hem. Uitgerekend hij. Dus niet alleen terug na die ellenlange blessure, maar ook weer scoren. En dat komt heel hard aan in het Radverleg. De stand in de keukenkampioendivisie ziet er als volgt uit. FC Emmen staat op dit moment op plaats 7 met 32 punten. En tegenstander op de Oude Meerdijk, NAC Breda, staat daar twee plaatsjes onder op plaats 9. Het zit heel erg dicht bij elkaar, dus natuurlijk heel lekker als we kunnen starten met een 3-punter hier in 2024. Zoals altijd kijken we naar de laatste 10 wedstrijden tegen in dit geval NAC Breda. En van die laatste 10 wedstrijden wisten we 6 keer te winnen, werd het 3 keer gelijk en ging NAC er 1 keer met de winst vandoor. Dan de recente vorm van beide ploegen. FC Emmen is bezig aan een mindere reeks en zal ongetwijfeld gebrand zijn om het nieuwe jaar te beginnen met een overwinning op NAC Breda. Dan kijken we naar NAC. Zij wonnen de afgelopen wedstrijden van Top Os en FC Den Bosch. En wonnen zelfs met 5-0 van Jong PSV. Maar gingen wel onderuit tegen ADO en Willem II. Als we terugkijken naar het verleden, dan zien we dat de eerste thuisoverwinning in de Eredivisie die FC Emmen ooit boekte, was tegen NAC Breda. Dat was in 2018. We kijken even terug op die mooie wedstrijd met doelpunten van Arias en Kavlan. Historische avond, want Emmen en NAC speelden nog nooit tegen elkaar in de Eredivisie. Het kan dubbel historisch worden als Emmen hier zou winnen. Want hij staat ook voor de eerste keer in de hoogste afdeling in eigen huis. Jans, bal blijft er hangen en dan is hij binnen. Ja, zoals gezegd, een kwestie van tijd. En daar is de treffer dik en dik verdiend. En Kavlan is de maker en dat komt hem ook toe. Dat is even de beste in de tweede helft. Caner Kavlan met zijn eerste van het seizoen. Daar gaat hij weer. Uit de rug weggelopen bij Kort in dit geval. Caner Kavlan, goed gegeven. Arias, het is 2-0. Heeft hij ook zijn beloning voor het keiharde werken, de vele vuile meters maken. Zijn tweede van het seizoen. De aangever is Caner Kavlan. Wie anders vanavond. En hij beslist de wedstrijd. Jafar Arias, wat heeft hij gelopen, wat heeft hij gedaan. En uiteindelijk doet hij wat de spits moet doen. En kan het feest beginnen hier in Emmen. Voor de eerste keer in de historie. Speelde NAC en Emmen tegen elkaar in de Eredivisie. Voor de eerste keer in de historie vindt Emmen thuis in de Eredivisie. Onthoud het goed, u en ik waren erbij. Jef, welkom. Leuk dat je er bent. Yes. We zagen mooie plaatjes op je Instagram. Goede vakantie gehad, naar Amerika geweest. Hoe was dat? Ja, zeker. Ja, het was heerlijk. Amerika bevalt ons wel. We waren niet afgelopen zomer, maar die zomer daarvoor ook gegaan. En beviel ons zo goed dat we dachten, we gaan nu weer daar naartoe. Ja, je was naar Miami? Ja, ja, even lekker ook de zon opgezocht. Dus, hoe warm was het? 25 graden met een zonnetje. Dus op oudjaarsdag kon je in je zwembroek op het strand staan. Dus dat was wel lekker. Ja, nog bijzondere dingen daar verder gedaan? Kun je ons vertellen? Wat? Ja, genoeg dingen daar zo natuurlijk om te zien. En dan heb je heel Key West om af te reizen. En dat is hartstikke leuk.
Je hebt ook een bijzondere wijk daar met allemaal street art, Wynwood heet dat. Dus ja, dat soort dingen zijn allemaal wel leuk. En het is ook heel divers dat je dus inderdaad zulke dingen hebt, maar ook dat je lekker van het strand kan genieten en zulke dingen. Klinkt goed. Zeker. Maar batterij bij hem opgeladen dus nu? Ja, zeker, zeker. Ja, weer zin om te gaan knallen. Om toch nog even een vraag erover te stellen. Hoe kijk je eigenlijk terug op de hele eerste seizoen zelf? Persoonlijk of ja, collectief? Team? Ja. Ja. Nou ja, een beetje wisselvallig. Natuurlijk, je krijgt een beetje een zure nasmaak dat je vier keer op rij verliest op het einde. Dan is dat toch jammer. Maar daarvoor hebben we ook gewoon goede periodes gehad. Dat we wel gewoon veel hadden gewonnen. Dus ja, ik denk dat het dan een beetje te wisselvallig was om te zeggen dat het echt een goede eerste seizoen zelf was. Maar ja, we staan nog steeds gewoon op een positie om mee te kunnen gaan draaien. Dus, ja, mocht je winnen van NAC en het loopt allemaal goed, dan sta je ook in één keer weer vierde. Ik bedoel, het is... Ja, daarom. Het staat allemaal zo dicht bij elkaar dat NAC die op één punt van ons staat. Maar ja, wij staan ook maar een paar punten van de plekken daarboven. Dus. Het is inderdaad wel allemaal nog gewoon daar nog bij elkaar, dat je gewoon mogelijkheden zijn. Vorige keer NAC uit, dat was een van jullie, nou volgens Fred ook, een van jullie beste wedstrijden van het seizoen. Super dominante wedstrijd. Ja. Kun je terugblikken op die wedstrijd? Ja. Of weet je dat nog? Zeker, ja. We kregen toen vrij snel een goal tegen uit een vrije trap die ik dan nog helaas als laatste aanraak. Maar daarna laten we gewoon goed zien dat we terug kunnen komen en een mooi schot van vlak, van afstand. En ook dus inderdaad gewoon met dominant voetbal. En dan in die tweede helft slaan we gewoon op de juiste momenten toe. En eigenlijk is dat natuurlijk gewoon vooraf een heel lastige wedstrijd ook NAC uit. Maar als je daar 1-3 wint, ja, dan heb je dat gewoon heel goed gedaan. We doen iedere week Vraag van de Week. Dus Vraag van de Week van supporter Henry Gupken. Okay. En die vroeg zich af, die keek een beetje terug in de tijd. De eerste wedstrijd van het seizoen, dan weet je waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Cambuur uit. Ja. Ja, die bal die vloog er ontzettend mooi in. Maar wat ook opviel was de ontlading van jou. En hij vroeg zich af, wat voelde je op dat moment? Ja, eigenlijk een hele hoop, maar ook weer niet of zo. Het is moeilijk om te beschrijven wat er precies in je hoofd omgaat. Maar er komt gewoon inderdaad zo'n... Ja, er kwam eigenlijk een explosie uit, een soort van dat ik gewoon zo blij was dat ik weer terug was. En dat je dan gewoon zo'n goal maakt in toch ook weer een lastige uitwedstrijd, de 2-0. En dat je gewoon al die maanden dan hard hebt gewerkt. En dan wil je iedere keer op het veld staan en dan sta je er en dan gebeurt dat. Dan is dat gewoon hartstikke mooi natuurlijk om zo mee te maken. En wat je dan uiteindelijk echt voelt is lastig, maar alleen maar euforie eigenlijk. Ja, je wist niet hoe snel je bij de uitsupport moest zijn toen, hè? Ja, die bal lag ook mooi in mijn lijn. Die kon ik nog van het dopje afschieten, zag ik naderhand. En het was mooi hoe dat ook allemaal samenkwam inderdaad. Ik zag ook dat de teamgenoten hartstikke blij voor me waren dat ik dat meemaakte. En je zag ook dat de fans ook... dat wel waardeerde en ook dat we precies daar kwamen vieren. Ik denk dat het allemaal hartstikke mooi samenviel eigenlijk zo. Denk eens terug, wat is de mooiste goal die je ooit hebt gemaakt? Niet in 3 penalties, dus... Ja, kan weer uit. Kan weer uit. Beschrijf FC Emmen in 3 woorden. Warm, familiair en... warm, familiair en... fijn. Welk nummer luister jij vlak voor een wedstrijd? Niks eigenlijk. Zeg maar niet persoonlijk iets. Roeien zit vaak op de box. Dus hij draait dan de liedjes.
En dus ik ben overgeleverd aan Rui. Jij staat dan op de tafel. Nee, dat is na de wedstrijd, hè? Dat is ook niet echt aan mij besteed, hoor. Ik zit gewoon lekker rustig op mijn plek en dan gewoon rustig voorbereiden. Maar ik vind het wel fijn dat er muziek is, dat wel. Ja, en is dat dan feestmuziek vooral of voor de tijd? Of nee, dan... hopelijk achteraf, als we gewonnen hebben, dat er dan een beetje feestmuziek op staat. Van tevoren is het vaak een beetje hip-hop, R&B-achtig. Ja. Wat is persoonlijk jouw beste wedstrijd ooit geweest? Dat hoeft niet per se Emmen te zijn. Ik zou Utrecht-Dordrecht. Toen wonnen we 6-1. En toen scoorde ik mijn allereerste goal ook. Maar dat had ook een hat-trick kunnen zijn in die wedstrijd, moet ik zeggen. Echt drie opgelegde kansen gekregen. Maar, waar stond je toen? Ook linksback. Je stond linksback en je had hat-trick stond linksback, ja. Oh, die ga ik even terugkijken dan. Ja, nee, dat kan je zeker doen. Maar ik denk dat die wedstrijd... Wat was er zo goed aan die mogelijkheden die je kreeg? Of? Ja, nou, het zijn vooral inderdaad die mogelijkheden, maar ook aan de bal rustig of een mannetje uitspelen. Of ik denk dat dat het meeste is bijgebleven van die wedstrijd. Ja. Op welke positie begon jij ooit als voetballer? Ja, dat was helemaal lang geleden, maar linksbuiten. Ik denk dat heel veel profvoetballers voorin of op 10 of in de spits zijn begonnen. Maar ja, ik begon linksbuiten. Dat was echt in de F'jes. Maar toen ging ik in de F ook naar Feyenoord en toen werd ik wel vrij snel al naar achteren geplaatst. Dus ik weet niet wat ze toen zagen, maar blijkbaar hadden ze het wel goed gezien. Wat was het eerste voetbalshirt dat jij ooit kreeg? Zo. Ja. Goeie vraag. Of een Brazilië-shirt van Ronaldo of een Bergkamp-shirt, denk ik. Van Nederland of van Arsenal? Van Arsenal. Kijk, klasse. Dat was hem alweer de voorbeschouwing op FC Emmen NAC Breda met alles wat je moet weten over die wedstrijd. Nog drie mededelingen voordat we afsluiten. Ten eerste de duurzame hardcups, die zijn vanaf nu beschikbaar in het hele stadion. Vraag je dan nog even af, hoe werkte dat nou precies? Kijk dan even op de sociale kanalen van FC Emmen, daar vind je alles wat je moet weten. Ten tweede, de FC Emmen sjaal, die is nog steeds te winnen. Laat daarvoor je voorspelling hieronder achter op de wedstrijd FC Emmen NAC Breda en dan maak je kans op een FC Emmen sjaal. En als laatste, er is een lied nieuw leven ingeblazen door de supporters. En dat lied wordt tussen de warming-up en de wedstrijd FC Emmen NAC Breda afgespeeld in het stadion. Maar natuurlijk is het even belangrijk dat jullie weten wel hoe dat lied precies gaat. Dus hierna volgt de lyrics van het nummer. En dan wensen we jullie een fijne wedstrijd. Hoi hoi! Van alle schatten in het leven die ik bijeen heb vergaard, worden de rood-witte kleuren als een juweeltje bewaard. Wanneer de strijd ten aanvang neemt, de dos is gedaan. Het luidje klinkt om te beginnen. En zie aan hoge macht rood-witte wapperen staan. Wij zijn de boys van de velden, moedig en sterk in de slag. Vechtend als dappere helden, voor onze rood-witte vlag. Wanneer de strijd een aanvang neemt, de dos is gedaan. Het luidje klinkt om te beginnen. En zie aan hoge macht rood-witte wapperen staan. Dan zullen wij samen.
supporter zijn. Dan blijf voor mij de.